Na een regenachtige zondag kreeg dat druilerige herfstweer op maandag nog een vervolg. Vandaag ook veel grijze luchten, zoals hier ook in het zuiden van Limburg, waar dat heuvellandschap gehuld werd in die laaghangende wolken. En met een dikke jas aan werd toch even die regen getrotseerd om de hond uit te laten. Vanuit het zuidwesten kwamen er wel opklaringen aan. Deze foto is genomen in Zeeland. We zien heel mooi die geribbelde structuur in de wolken, waar steeds meer stukjes blauw tevoorschijn kwamen. Die regenzone trok vandaag heel geleidelijk in oostelijke richting. En in de middag stagneerde dat ook een beetje boven de oostelijke helft van het land. Daar regende het echt nog een paar uur aaneengesloten door. In de zone hierachter werd het steeds vaker droog, maar kon af en toe ook nog wel een spatje motregen vallen. Wordt door de radar niet altijd even goed opgepikt. En vanuit het zuidwesten kwamen dus die opklaringen dichterbij. Vanavond verandert er aan dat plaatje in eerste instantie niet al te veel. Die regenzone blijft nog slepen boven het oosten. Daar veel bewolking en een graad of 7. En vanuit het zuidwesten winnen die opklaringen dus steeds meer terrein. Maar in die opklaringen koelt het ook het sterkst af, met vanavond in Zeeland zo'n 6 graden. Daarbij gaat de wind liggen en omdat er vandaag overdag regen is gevallen, is de luchtvochtigheid hoog. En dat betekent in de winter- en herfstmaanden dat er dan op grote schaal nevel en mist kan ontstaan. Vooral in die opklaringsgebieden. En het novemberzonnetje is ook niet zo heel krachtig, dus dat kan morgenochtend best nog wel een tijdje duren. We zien hier ook om 11 uur 's ochtends in het zuiden van het land nog steeds lage zichtwaarden. Dan nog eventjes naar de nacht. In het oosten van het land eerst nog bewolking en regen. Dat trekt heel geleidelijk weg naar Duitsland. Dan wordt het op de meeste plaatsen droog. En in die opklaringsgebieden is dus grote kans op de vorming van mist. En afhankelijk van of dat gebeurt, ligt de temperatuur zo tussen 4 en 6 graden. En daarbij dus heel weinig wind die geleidelijk wel iets draait van het zuidwesten naar het westen. Morgen overdag is het vooral in de ochtend dus grijs. Het kan best even duren voordat die nevel en mist verdwenen zijn. Vooral in het binnenland blijft de bewolking daarna overheersend, zo'n 8 of 9 graden. En de kustgebieden maken de grootste kans om nog wat zonnestralen te zien. En in het meest gunstige geval stijgt de temperatuur dan nog naar 10 graden. Blijft daarbij weinig wind, een zwakke wind uit noordwestelijke richting. Verderop in de week staat ons wel een verandering te wachten, want vanaf woensdag gaat de wind draaien naar het oosten. Woensdag is de temperatuur nog vrij gebruikelijk, met zo'n 7 graden in het oosten, 9 graden in het zuidwesten. Donderdag hebben we het over 5 of 6 graden in de middag, wel droog, veel bewolking. Op vrijdag is dat al afgenomen naar 3 tot 4 graden. En als we dan nog even vooruitblikken naar het weekend, komt de temperatuur overdag nog maar net boven het vriespunt uit. En kunnen we in de nachten ook enkele graden vorst verwachten. En daarbij komt er waarschijnlijk wel iets meer ruimte voor de zon.